dit wonderlijke en prachtige land, rondom de Evenaar, 65 maal zo groot als het moederland, met meer dan 70 miljoen inwoners. Indië, met zijn typische en dikwijls nog primitieve inlandse bevolking, wier zeden en gewoonten ons Westerlingen onbegrijpelijk lijken, maar voor de inlander van de hoogste waarde zijn. ...1939. Hitler was Polen binnengevallen. Europa zou spoedig in brand staan. Nederlandse Indië. Mijn oom had mijn moeder geschreven dat er panters over straat liepen. Dat wilde ik wel zien natuurlijk. In 1939 was ik 23 en leidde ik een onbezorgd leven. Champrappa. Kenapa Suti tidak membangunkan saya? Kalau kembali, cukup bisa supir lagi. Nee. Bedankt. Zo, schuins was heren. Welkom in het land van de apen. Dus jij wil niet deugen. Goeie reis gehad? Ja. Hoe gaat het met je? Goed. U ook? Ja, dankjewel. Laat staan, Theo. Kom mee. Met je moeder. Goed. Ook goed. Weet u, eigenlijk gaat het met iedereen wel goed. Oerbos was het. Ja. Ja. In 24 jaar heb ik dit met mijn eigen handen van de grond af opgebouwd. Zo? Ja. Met behulp van de planters en de koelies natuurlijk. Boon, dit is mijn neef Theo Staats. Theo, dit is Boon, mijn onderadministrateur. Hij weet alles van rubber. Dit is de fabriek. En daarboven woon ik.
hebt toch geen bezwaar tegen apen? Ayo, Ahmad, aan bewaring. De kast! Zeg maar dat ik een aantocht ben. Aantocht. Ah, aantocht. Met de neus in de pepernoten. Marijke zegt dat ze niets liever wilde met jou dansen. Ik kan niet dansen. Helaas. Volgens mij bent u een gevaarlijke man. Een gevaarlijke man? Ik? Nee hoor, ik doe nog geen vlieg kwaad. Hallo, Ems. Tot ziens, Frits. Waarom? Waarom? Het Barrel-examen. Het is een kwestie van winnen. Vijf. Zes. We hebben pech. Zeven keer ben je het geluk.
Neemt u me niet kwalijk. Love with you. We all think you're wonderful. We do. Me, myself and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. It can be. Of vlinders in de buik. Kom, ik zal u aan iemand introduceren. Pons, mag ik u voorstellen in onze laatste aanwinst, Theo Staats. Pons. Herman Pons, exploitant van het Geneve-paleis, annex Café Chantant. Excuus. Changé! Hard for heaven, niet? Ik ben een oud wrak. Telkens als ik haar zie, gaat mijn hart sneller kloppen. Hoe heet ze? Ems. Fascinerend, maar gevaarlijk voor een jongeman. Eigenlijk ben ik de juiste man voor haar. Alleen weet ze dat zelf nog niet. Change. Hij kan niet dansen. Mag ik je even voorstellen? Oh, wij zijn al aan elkaar voorgesteld. Ja, maar nog niet aan zijn charmante vrouw Ems. Schat, dit is Leo. Aangenaam kennis te maken, meneer Leo. Ems Pons. Een toast op uw aankomst en op ons drieën. Liever een toast op u tweeën. Ik heb niet het gevoel dat u mag. Waarom denkt u dat? Ik ken mijn vrouw. Meent u dat? Wat is Baru eigenlijk? Een Baru is een nieuweling. Iemand die een rubberboom niet van een bananenboom kan onderscheiden. Mei 1940. De oorlog in Europa was het gesprek van de dag. Maar al ligt je eigen land onder vuur, het voelt anders als het duizenden kilometers weg is. Brieven werden gecensureerd of raakten weg. Meer oorlog had Indië toen nog niet te bieden. Nu geneer ik me ervoor. Maar toen vroeg ik me serieus af hoe ik op de hoogte moest blijven van de Europese mode. Pas na een paar maanden, toen de Japanners bleven oprukken, beseften we dat de oorlog misschien niet tot Europa beperkt zou blijven. Thans, we draaien de rollen nu om. De verpleegster wordt patiënt en de patiënt wordt verpleegster. Door de oorlog stegen de rubberprijzen. Mijn oom gaf me opslag, een eigen huisje en zijn twee apen. Amat en Sarimin. Daar had hij lang genoeg tegen aangekeken, zei hij. Tot mijn verbazing raakte ik verknocht aan het leven op de plantage. En aan Ems natuurlijk. Elke avond op de soos. Ik was haar grootste fan. The way you wear your head. The way you sip your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. The way you sing off key.
the way you hold my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Bed. Dat is een wonder. Ems, ik moet met je praten. Met mij? Wat is er? Waarover? Begin maar als het zo dringend is. Ems, ik moet je waarschuwen. Mij waarschuwen? Waarvoor? Je lichtzinnig en onvoorzichtig gedrag geeft aanleiding tot opspraak. Vind je het vervelend dat ik me vanavond geamuseerd heb? Nee. Maar ik zie de schaduw van Theo Staats om je heen. Hou op met die vingers en praat normale taal. Ems, ben jij dat? Wat is er? Ben je ziek? Wat wil je van me? Wat doe je? Ik was benieuwd of ik de rubber kon ruiken. Is er nog iets of kan ik gaan slapen? Ik wil weten of er iets van waar is. Theo is een vriend. Er is niets waar jij je zorgen over hoeft te maken. Dank je. Dat lucht op. Hier is een brief. Van Theo. Als het naar me uitvalt, dan ben ik in mineur. Als het naar me lacht, voel ik me god. Lijkt wel een kind. Ik hoop dat jullie weten wat jullie op de hals halen. Als je niet voorzichtig bent, gaat één van jullie twee voor de berg. Ah, die jappen halen het nooit. Ze kunnen helemaal niet vliegen. Ze kijken schilderen en spleetogen. Komt ze vanmiddag? Ik weet het niet. Ik hoop het. Ja, muizeneters! Nou, dat zijn de baas. Thank you.
Ah, ik zie ondeugd en spanning. Wees voorzichtig. Alle ogen zijn op jullie gericht. Theo, hou er alsjeblieft mee op. Ik hou het niet meer vol. Ik voel me schuldig tegenover Herman. Hoor je me? Nee. Ik zie je achter het podium. Ik ben bezig met Herman, het spijt me. Waarom blijf je zo aardig tegen me? Waarom niet? Weet je het. Waarom heb je niks gezegd? Als je de liefde najaagt, ontsnapt ze. Wat is het? Schiet ik tekort? Nee. Ik ben onrustig. Het is over. Het moet over zijn. We hebben elkaar alles de hand geschud. Toen heet u nog Leo. U heeft lippenstift op uw gezicht. Zullen we weer eens? Als je het niet erg vindt. Vriendschap bouw je langzaam op. Dat is wat ik met Herman had. En liefde, dat overkomt je. Herman wilde Ems niet kwijt. Dus tolereerde hij, dat soort woorden gebruikte Herman, dat Ems en ik elkaar bleven zien. Op voorwaarde dat we het buiten de openbaarheid wisten te houden. En dat bleek niet ons enige probleem. China viel. Het grootste deel van Indochina viel. Nederlands-Indië was het doel. Gelukkig hadden wij voor de verdediging van de ongeveer 16.000 eilanden het overweldigende aantal van 35.000 man troepen. Die bovendien werden bijgestaan door de landstorm, waar ik voor opgeroepen was. 31 augustus 1941. Een dag van herdenking. Dag tevens, waarop we in rustig zelfvertrouwen de toekomst tegemoet zien. Steeds toenemend in kracht. Vervuld van de zekerheid dat dit Indië, ons Indië, een der laatste bastions zal blijven. Waarvan de Nederlandse vlag zal blijven dapperen. Ik slaagde voor mijn cursus hulpverpleegster. Gefeliciteerd. De geruchtenstroom over ons werd hardnekkiger. We moesten uitwijken naar steeds desolatere plekken. Daar hoorden we, op 8 december 1941, van de aanval op Pearl Harbor. Medeburgers, mannen en vrouwen, van welk ras afgeloof gij zijt. Ik roep u tot vervulling van een harde, maar verheven plicht, jegens koningin en koninkrijk, de Indische gemeenschap en uzelf, de plicht van de onderdaan in oorlogstijd.
God geven dat wij waardig zijn aan de taak die voor ons ligt. Ems, je moet bij hem weg. Hoe laat is het dan? 6:30. Het stinkt hier. Ja, het is vochtig. Wat zei je? Het is oorlog. Oorlog? Maar dat kan niet, dan word je opgeroepen. Ga bij hem weg. Is vriendschap belangrijker dan liefde? Soms. Slaap je met hem? Af en toe. Dat kan toch niet? Met zo'n buik. Je wilt ons allebei en je weigert de consequenties onder ogen te zien. Kijk uit! Kan het wat rustiger? Stap uit als het je niet bevalt. Wat ik zei. Ik wil er niet over praten. Maar ik wel. Ik ben opgeroepen. Je moet een keuze maken. Het is geen kwestie van en, een kwestie van of. Moet, ik moet niks. Je laat me geen ruimte. Je wil me bezitten. Ik wil zelf kiezen. Ga van me af. Nee, want je moet een keer luisteren. En ik heb niet zoveel tijd. Tila, je bent Tila. En jij bent niet van hier, dus je snapt het niet. Oh, omdat ik niet van hier ben, snap ik het niet. Is dat het? Ga van mijn plaats. Ga weg. Ga weg. Tuan, Nyonya mengamuk. Semua hancur. Word je niet kwaad? Druk ten Della maar. Kijk niet zo naar me. Ik ben niets, ik kan niets, ik kan niet beslissen. Ems. Trouw met me. Theo, ik ben al getrouwd. Wat heeft hij je gegeven, behalve geld? Herman heeft me uit de kampong gehaald. Hij heeft me alles gegeven. Mijn eten, mijn geld, mijn kleren. Ik vroeg je wat hij je gaf, behalve geld. Ik had niets vroeger. Niet eens schoenen. Ik kom uit de kampong. Waar is je echte vader? Die zie ik elke avond in de zoos als ik zing. Dan kijk ik alle Hollandse heren van boven de 40 aan. En als ik dan een vriendelijk gezicht zie, dan denk ik... Jij bent het. Ik heb elke avond een andere vader. En je moeder? Mijn moeder was een prachtige vrouw. Lichte huid,
gewild bij alle mannen. Waar is ze? Ze is dood. Ze stierf bij mijn geboorte. En wie heeft je opgevoed? Mijn pleegvader, schoolhoofd. Zo, nu weet je alles. Soeda. Ik wil je kampong zien. Wat heb jij dan laten zoeken? Ik wil weten waar je vandaan komt, wie je bent. Dit ben ik. Ik ben niet waar ik vandaan kom. Niet meer, godzijdank. En dat heb ik aan Herman te danken. Pearl Harbor had voor de Japanners de weg geopend naar Nederlands-Indië. Ze waren uit op onze olie, rubber, kinine en wat niet meer. Eerste klas hier. En tweede klas? Ik zal het overleggen. Ik ga niet tweede klas. Maar de eerste klas is vol, tot 2 maart. Dan gaan we op 2 maart. Op 1 maart 1942 begon de Japanse invasie. Wij konden op geen enkele wijze weerstand bieden. Ik was ingedeeld bij het AVC, het afvoer- en vernietigingskorps. Onze eenheid, Jan van Vught, Jan Lohuis en ik, had bevel gekregen te voorkomen dat de olievoorraden en belangrijke gebouwen in handen van de vijand zouden vallen. Desnoods met de verschroeide aardetactiek. Tijdens het terugtrekken probeerden we zoveel mogelijk te vernietigen. Maar door de snelheid van hun motor- en rijwielkolonnes vielen de meeste vliegvelden, gebouwen en olieinstallaties ongeschonden in hun handen. Wij, het onaantastbare Nederlandse gezag, werden binnen 1 week verslagen. En nog wel door Aziaten. De bevolking die wij 350 jaar hadden laten merken dat het hun land niet was, gaf geen enkele steun. Nederlands-Indië stortte als een kaartenhuis ineen. Hier is de Nierom te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. Moet je scheren? Ik weet niet waar mijn mesje is. Kijk dan in je koffer. Zoek. Raakt het in de war. Herman, we gaan niet weg. We kunnen niet weg. Het heeft geen zin hier te blijven zitten. Of denk je dat als je maar lang genoeg blijft zitten, dat alles vanzelf overgaat? Dat de oorlog vanzelf overgaat? Vrede. Mijn echtgenoot wacht op vrede. De vijand drukt op, zijn landgenoten vechten en mijn echtgenoot wacht op vrede! Herman had zich gemeld bij de ambulancedienst, omdat ik aandrong. Hij heeft alle dagen op de ambulance gereden. De laatste dag ging het mis. Ik voel me nog steeds schuldig. Hij wilde weg, ik wilde blijven. Sorry.
Slamatsori, Ahmad. Ada kabar angin Tuan Herman dibunuh. Dan Noya Pons? Kurang periksa. Mari. Ciao. Wat is er aan de hand? Soetie kan niet blijven. Ze is geslagen. Ze dreigt erop te pakken. Ya, nak sampai. Tuan Stad tinggal di sini. Kamu kenal dia? Ya, dia sering di sosietet. Tapi sudah satu bulan kami tidak bertemu dia. Sesinke. Kamu kenal dia? Di mana dia? Tidak tahu. Betul kamu tidak tahu? Imeseng. Sekejap. Terima kasih, Sudi. Besok saya akan datang bawa makanan. Tidak, kami urus sendiri, Sudi. Lekas pergi sebelum dia orang kembali. Tuan Theo, saya titip Ems. Hati-hati. Wij moeten het hier over hebben.
Vanwege het opblazen van het gebouw, denk ik. Eerst eten. Lekker. Het is helaas het enige wat ik kan maken. Dus vanaf vandaag eten we elke dag hetzelfde. Nasi ngaruh ga? Pas registrasi udah se. Keluarkan pas registrasi. Saya tidak punya. Motte nai. So, sekian hari kau naro. Kono otoko wa doko kara kita no da? Jibun ga jimon shita tokoro ni yorimasu to. Namae wo iye. Kasih tahu nama. Before I've seen him. I want him back now! Can I help Bisadi Bantu? Yeah. Tuan bisa bantu saya. この男を連れて行け。
De Japanners voerden een heilige oorlog voor de wereldvrede. Ze zouden ons de Groot-Oost-Aziatische welvaartssfeer brengen. Maar ondertussen buiten ze Indië erger uit dan de Nederlanders ooit hadden gedaan. Wij spraken al snel van de Groot-Oost-Aziatische armoedssfeer. De Japanners zochten contact met iemand die goed lag bij het volk, ingenieur Sukarno. Hij ging met de Japanners samenwerken omdat hij als uiteindelijk doel de onafhankelijkheid voor ogen had. Hij wist dat hij op dat gebied van de Nederlanders niets te verwachten had. Seluruh bangsa Indonesia mengetahui tentang patung Jan Peter Sunkun. Karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda dan sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Eerst werden de mannen geïnterneerd, later de vrouwen en kinderen. Ik hoefde niet in een kamp. De Indo-Europeanen hoorden volgens de Japanners tot het groot Aziatisch ras. Ik mocht thuis blijven. Koi. Koi. Saya menyanyi. Bungkuk. Bungkuk sekarang. Bungkuk. Anda robo nona, eh? Nero. Dosta anda. Koe mesti ikut. Oi. Kono hito no koto wa kaman janai. Hai.
samen. Nee, harder, man. Nee, harder. Nee, harder, man. Harder. Harder. Ga nog harder. Kom hier. Berapa lama kau di situ, di dalam? Satu jam? Setengah jam? Tuan yang lebih tahu. Saya suka musik. Nonya suka musik. Saya suka Nonya. Nonya suka saya. Di mana suami saya? Kalau Tuan bilang di mana suami saya suka Tuan. Nyonya percaya saya. Saya akan bantu. Ik begreep natuurlijk niet waarom ik naar de keukenploeg overgeplaatst werd. Het was een corrupte bende. Maar je had er wel een aanmerkelijk grotere kans om te overleven. Ik dacht er verder niet over na. Ieder voor zich. Dat was toen het motto. We dachten dat de oorlog een half jaar zou duren. Daarna dachten we dat het met een jaar afgelopen zou zijn. En ondertussen gingen we het derde oorlogsjaar in, met een steeds groter wordende armoe. De zwakkeren werden ziek en daar werd niet meer naar omgekeken. Toen de eerste epidemieën uitbraken, moesten we 25 vliegen per dag inleveren. Later zelfs 100. Anders geen eten. We kregen de Keibodan, de hulppolitie. We kregen de Seinedan, een jeugdkorps. Daarna de PETA, vrijwilligersleger voor de verdediging van het vaderland. En we kregen van de Japanners, vanwege de zogenaamde welvaart in Oost-Indië, de onafhankelijkheid. Dat wil zeggen, in de toekomst. Untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. NOHK, pantai! 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 We moesten een wapenopslag bouwen, aan de rand van het kamp. De Japanners wisten dat de geallieerden het dan niet zouden bombarderen. De enige manier om de oorlog, om zo'n oorlog te overleven, is door te dromen. Em zingend in de soos in haar rode jurk. Em's in de tuin. Ems die me schrijft. Ems die in de slaapkamer staat en tegen me zegt: we gaan eerst eten. Bengawan Solo. Yes, come on.
Hij heeft vlees. Hij heeft vlees, verdomme. Hij heeft godverdomme vlees. Ga zitten, Willem. Iedereen krijgt één schep. Hij ook, jij ook. Ga zitten. Bawa ini untuk dia. Tuan tahu dia di mana? Kasih tahu saya di mana dia. Saya mesti melihat dia. Tuan bisa bantu? Nyonya tidak bisa ketemu dia. Tuan bisa ikut? Tidak bisa. Saya bisa urus ini. Toen de Amerikanen de atoombommen wierpen, kwam aan alle ellende een einde, dachten we. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Kampogen noemde ze het. Ach, wat moet ik er verder over zeggen? 1 op de 5 heeft het niet gehaald. En 4 miljoen Indonesiërs, laten we dat niet vergeten. Het lijkt me beter als we ophouden over de oorlog. Twee dagen na de Japanse capitulatie riepen Sukarno en Hatta de Republiek Indonesië uit.
De Nederlanders waren onder voet verzwakt en ziek. We konden nauwelijks lopen, laat staan dat we het land konden besturen. De geallieerde bevrijders waren in geen veld of wegen te bekennen, dus gaven ze de Jappen opdracht om te blijven. Niet langer als bezetters, maar om ons te beschermen tegen de nationalisten van Sukarno. Can I come in? You win. He is here. Ik wilde maar één ding, Theo zien. Ik wilde hem halen. Maar het werd me afgeraden. De Hollanders zaten veilig in de kampen, terwijl de Indo-Europeanen, de Chinezen en alle anderen die met de Hollanders hadden samengewerkt, beter niet konden reizen, was het advies. De onderneming verwaarloosd, boom gerooid, rijst geplant, hoe durven ze? Brutaal. Hé, je bent een vrij man. Hij moet dan voor jou buigen. De fabriek in puin, daar gaan we wat aan doen. En de vrouw van Tolsma. Maar wat is er met Marijke? Niets, die heeft gewerkt op de soos. Bomen gerooid, het huis nog overeind, maar wel... Met Ems? Ja, met Ems. Zet haar uit je hoofd. Ja, ik heb hier niet... Theo! Ze heeft een ander. Een Jap. Sutterlapjes, biefstuk, wat je maar wil. Pudding toe. Beloofd. En beloofd is beloofd. Ik haal iets anders voor je. Je lievelingskasteel. Je moet goed eten.
Tidak boleh keluar. Tidak boleh pergi. Saya boleh keluar. Perang sudah habis. Bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setelah hidup, tidak ada setelah mati. Hidup atau tidak hidup. Mati atau tidak mati. Hidup atau mati. Mati atau hidup. Merdeka atau tidak merdeka. Tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka. Pas na zo'n week of zes arriveerden de eerste Britse troepen. Met als gevolg dat de aanhang van Sukarno zich militair ging organiseren. Doch voordat de Nederlanders de kampen uit konden, was er alweer onrust en begon het geweld opnieuw. Nieuwe stoelen? Waarom lach je? Ja, zomaar. Zomaar. Ze hebben gezongen, Ems. Kun je dat voorstellen? Ze hebben hier op het podium gestaan en ze hebben gezongen alsof er niets aan de hand was. You go to my head. No, no, you can't take that away from me. Ze zijn toegejuicht. Ze hebben gedanst. Ze hebben gedronken. Afspraakjes. Het waren jappa-ems. De jappa hebben voor je geklapt. Ik heb ook gezongen. Weet je horen? Mooi lied. Kimi ga yo wa. Meezingen, Ems. Chino ni ya chio ni za za re i chino. Meezingen! Maar ik blijf hier. Ze zijn woedend, ze steken je neer. Ja, ze steken me neer, het kan me niet meer schelen. Het kan mij wel schelen, ik ben niet de oorlog doorgekomen om jou hier te laten zitten. Sta op! Thank you.
heb de soos geopend op voorwaarde dat ik niet hoefde te werken. Je gelooft me niet. Je denkt dat ik een roosje ben. Can I help you with anything else? No, thank you. No, thank you? No, thank you? Godverdomme, dat is hem! Waarom buig je niet voor je vriendje? Buig eens! Buig het! Dat is toch een standje dat je goed kent? Laat het ons allemaal zien hier! Rustig! Ooit iets kent! Rustig! Soda! Rustig! Ems? Ems. 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 In het kamp werden de Jappen vervloekt. Meer dan 300 jaar was het rustig geweest in Nederlands-Indië. In een paar jaar tijd hadden de Jappen de verhoudingen verpest. De loyale, zachtmoedige Indonesiër was fanatiek geworden. Wij waren ervan overtuigd dat de rust zou weerkeren als het tot de rood-witte van Sukarno zou doordringen wie eigenlijk de baas was in Nederlands-Indië. Met de komst van de eerste Nederlandse troepen begin 1946 kon het openbare leven zich herstellen. De Nederlanders namen geleidelijk hun posities in het dagelijks leven weer in. Even flink de schouders eronder, de zaak streng aanpakken en alles zou weer in orde komen. Dat was de stemming. Theo kreeg medicijnen voor de infectie in zijn ogen. We keerden terug naar de stad. Binnenkort een rendezvous met een Sumatra en een glas bier. Een koel glas bier, niet koud! Rijmond! Meneer Boon en oom wilden zo snel mogelijk naar de onderneming. Ze vroegen of Theo meeging, maar ik zei dat het te gevaarlijk was omdat de binnenlanden in handen van de Republikeinen waren. Ik wilde Theo bij me hebben. Ik diende een aanvraag in om de pacht op de soos te verlengen. Tira. Isi kelas, isi semuanya. Ayo cepat. Is er iets? Wat staat er in de brief, Ems? We gaan naar de onderneming, veilig of niet veilig. Ems. We gaan nu of we gaan helemaal niet. Ems, wat staat er in de brief? Niets.
Wat was de blanco brief? Er is een probleem met de pacht. Hoezo? Ik moet een bewijs van goed gedrag overleggen. En is dat een probleem? Stop, James. Het heeft geen zin. Hoe bedoel je? Wat heeft het voor zin zonder vergunning? Ik ben een jappenhoer. Proost. Ga door, Ems. Toen ben je ook niet gestopt. Toen heb je ook gezongen. Wil je weten waarom ik met dat vreemde vlees op me heb gelegen? Nee. Waarom denk je dat je nog leeft, Theo Staats? Door deze jappenhoer! Ik wilde dat ze van je afbleven. Dat is alles wat ik heb gedaan. Je denkt toch niet dat ik voor deze mensen op mijn knieën ga liggen om een bewijs van goed gedrag te krijgen? Wat doe je? Kami tidak kerja untuk orang Belanda. Maaf. Tidak kerja untuk orang Belanda? Pergi. Ini rumah saya. Tidak lagi, Tuan. Kami sudah 2 tahun di tempat ini. Om, misschien kunnen we morgen beter terugkomen. Ik ga niet weg. Ik woon hier. Dat is geweest, meneer. Kom, om, we gaan.
maken ze allemaal kapot, Jappen, Javanen. Het is één pot nat. Ik maak ze kapot. Ze hebben oom vermoord. Zeg je niets? Ja, erg. Heel erg. Vreselijk. Je kunt in ieder geval doen alsof je naar me luistert! Theo, ik weet het. Ik dacht, ik kan maar beter niks doen, want ik doe toch alles fout. Wat wil je dat ik doe? Ik weet niet of we ooit nog van elkaar konden houden. Toch trouwden we. Het gaf haar zekerheid, zei ze. Eind 1946 hadden de Japanners en de Engelsen zich definitief teruggetrokken. Onze troepenmacht was ondertussen gestegen tot 165.000 man. Op 21 juli 1947 startte de eerste politionele actie. De operatie met als codenaam Product had het doel de ondernemingen in de binnenlanden veilig te stellen. De bevolking beseft aanvankelijk nauwelijks wat die grote legertrein betekent. Snelheid is de belangrijkste factor in deze operatie. Het gaat erom de dessa's, de fabrieken, de bruggen voor vernieling te behoeden. Dus zo snel mogelijk vooruit om de Republikeinse strijdorganisaties geen tijd te laten. De Republikeinen vernielden wat in onze handen kon vallen. Nu gebruikten zij de tactiek van de verschroeide aarde. Zo keerden wij terug naar onze goeddeels verlaten, vernielde of verwaarloosde fabrieken, mijnen en ondernemingen. Theo's oom had hem de onderneming nagelaten. Theo vond het een uitdaging de verwaarloosde rubberplantage zo snel mogelijk rendabel te maken. Langzaam kwam de productie weer op gang. Het Nederlandse leger hielp waar mogelijk met het vervoer van de goederen. Thank you.
Is er iets? Is het wel eens bij je opgekomen dat zij ook zouden kunnen winnen? Nee, nooit. Vanwaar die pessimistische gedachten? Onze soldaten worden betaald. Floppo's niet. Ach, Boon, zolang de gamelan is, gebeurt er niet zoveel. Juist. Wie de gamelan heeft, heeft het volk. En die hebben we zeker niet. Is er iets? Niets. Mijn dienst bedoel je mij? Ach nee, hij zwaait vriendelijk naar me. Je hebt onze relatie tijdelijk ingewisseld voor je werk. Ik moet eraan wennen dat ik mezelf moet vermaken in plaats van anderen. Non em terus agak lama. Ems datang. Hah? Mana? Em. Bapak sakit, nak. Maaf, Pak. Sudah lama saya tidak ke sini. Bapak sakit malaria. Sudah dikasih Belkina? Ayo makan. Terima kasih, Suti. Saya harus pulang. Kamu tidak bisa pulang sendiri. Sebentar lagi malam. Jangan khawatir. Saya bisa pulang sendiri.
Naik. Pakai ini. Kami tidak mau mati lagi untuk orang Belanda. Sekarang zamannya sudah berbeda, Nyonya. Ayo naik. Nyonya pantas pakai kain. Kainnya sulit dapat, tapi mungkin barangkali ada di pasar gelap. Harganya mahal sekali, Nyonya. Valt me niks, ze zitten achter iemand aan. Doorrijden. Hadden we het ook weer over, of je pleegvader? Selamat sore, Cipto. Suki ada? Tidak ada. Saya mau kembalikan ini. Nyonya pakai saja. Nyonya malu? Saya tidak malu. Cipta mesti malu. Bukan saya yang perang. Perang yang mana? Kita orang di sini sudah 350 tahun perang. Untuk Bapak. Sehari 3 tablet. Sinds de eerste politionele actie in 1947 was de winst van de ondernemingen verdrievoudigd. Dat was winst voor de Nederlanders, maar verlies voor de Republikeinen. Om een nog grotere greep op het land te krijgen, begon op 19 december 1948 de tweede politionele actie. Dit zijn de eerste opnamen betreffende de militaire actie in Indonesië, genomen op het vliegveld van Semarang. Troepen klaar voor het vertrek per vliegtuig naar de Republikeinse hoofdstad in de ochtenduren van zondag 19 december. Zij behoren tot de eersten die voet zullen zetten op Republikeinse bodem, in een actie die even onvermijdelijk als noodzakelijk is om Indonesië voor algehele chaos te behoeden. Alle belangrijke steden en wegen kwamen in handen van onze troepen. Sukarno en zijn staf werden gevangen gezet en men kon melden dat de republiek definitief geliquideerd was. Maar dat bleek een misrekening. Er volgden meer aanvallen op de ondernemingen en de verliezen aan Nederlandse zijde namen toe. Ook wij moesten extra ondernemingswachten aanstellen omdat het Nederlandse detachement zich van de onderneming terugtrok. En zij geen last te hebben van de onveilige situatie. Het leek of ze zich thuis begon te voelen. Theo? Tolong! Api! Kebun terbakar! Tak. Ze hebben de ondergoed in brand gestoken en de kups gekanteld. Ayo! Help me even. Wat doet u? Dat is voor zijn vriendjes. Als ze hem laten komen halen. Als ze hem optillen, zegt hij boem. Ik vind het te prijzen dat zijn kameraden niet laten liggen. Zoiets moet je belonen. Ja.
Theo, ik wil me niet met je werk bemoeien, maar je hebt er wel eens beter uit gezien. Tapas goed er niet meer. Ik ben een vreemde op mijn eigen onderneming geworden. Prikkeldraad gaat onder stroom. Laten we weggaan voordat er echt iets met ons gebeurt. Meen je dat? Jij en ik tussen de koeien en de bloembollen. Sneeuwballen gooien. Welke plopper? Theo. Dat nog. Ik zal de zeekringen nakijken, maar ik ben bang dat ze de hoofdkamer hebben doorgesneden. Stuurt iemand om de kabel naar te kijken. Ja. Zakken de bomen om. Waar? Verdomme, de nieuwe bomen. Ik was er al bang voor. Ajo! Ze hebben zich verplaatst. Dat kan een leuk spel worden. Tuan sedang apa? Di sini bahaya. Apa? Di sini bahaya. Lekas masuk. Waar ben jij geweest? Ik was daar bij hun. Oke, saya mau tahu di mana pelopor. Satu kali lagi, di mana pelopor? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Kalau tidak mau bilang, nanti orang-orang desa ini akan mati seperti ini. Sekarang, bilang saya. Di mana pelopor? Nu maar, anders is het donker en kom je er niet meer doorheen. Kom op. Dansen? Durf je niet. Dames en heren, voor vanavond hebben wij een speciale gastzangeres, mevrouw Emma Staats. Ems. Dat jij kon dansen. 1 grote illusie. Daar staat onze zogenaamde superioriteit en onschendbaarheid. Gelukkig nieuwjaar, heren. Hetzelfde, meneer. Beste wensen, meneer. Hetzelfde. We mogen je niet doorlaten. Je bent toch van Kaas, hoor? Ja. Het rommelt daar in de buurt. Het schijnt dat ze de rubberfabriek opgeblazen hebben. Ik had het zelf kunnen bedenken.
lag voor de hand. En u kunt ons niet doorlaten. Ik heb strikte orders niemand door te laten. Maar u kunt bij ons overnachten als u wilt. Omgekeerde wereld. Ik zit in een cel voor mijn eigen veiligheid. Ik wil weg, Ems. Ik wil terug. Ga je mee? Het buitenland had met afkeuring en verbijstering gereageerd op de tweede politionele actie. De Veiligheidsraad drong aan op herstel van de Republiek en Amerika dreigde zijn Marshallhulp aan Nederland stop te zetten. Nederland haalde bakzeil. 27 december 1949, een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze dag wordt in Amsterdam de soevereiniteit over Indonesië overgedragen. Op 28 december werd de nieuwe president van Indonesië, ingenieur Sukarno, in triomf binnengehaald in Jakarta. De Indo-Europeanen, zoals Boon en Ems, konden tot 1952 kiezen tussen het Indonesisch of het Nederlands staatsburgerschap. Tussen blijven of weggaan. De Indo-Europeaan zat klem tussen hamer en aanbeeld. Hij was in Indonesië geboren en vaak nog nooit in Nederland geweest. Uiteindelijk namen de meesten van hen ongeveer 200.000 afscheid van hun moederland om te vertrekken naar hun vaderland. The memory of all day.
No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you hold my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. ¶¶